Met wie hebben wij het genoegen? Met Siem van Veen. Ja, u komt uit de kern. Noordeinde. Ja, en geboren en getogen daar? Nee, dat niet. Aan de Dorpsstraat geboren, maar ongeveer 25 jaar geleden, 26 jaar geleden verhuisd naar het Noordeinde. Wat is voor u het Noordeinde? Nou, dat is een kleinachtig stukje kern van Zevenhoven natuurlijk. Waar het goed wonen is, rustig. Ja, en eigenlijk weinig voorzieningen. Die zijn eigenlijk niet meer. Terwijl er eigenlijk vroeger, toen er eigenlijk veel minder mensen waren, eigenlijk veel meer winkels waren bijvoorbeeld. Kruideniers, drie kruideniers, een bakker, een slager, een schoenmaker. Nou ja, een café, groenteman dus. Nou, en een man aan loonwerken met dorsmachines. Nou ja, en dat is eigenlijk allemaal verdwenen. Er was zelfs nog een benzinepomp, die er ook niet meer is. Dus alles verdwijnt eigenlijk. Nou, en dan wordt het natuurlijk rustiger en... Ja, dat zie je natuurlijk in meer kleine kernen, dat de kleine winkels toch verdwijnen. Is de leefbaarheid afgenomen in het Noordeinde? Nou, dat misschien niet, want iedereen heeft tegenwoordig vervoer, een auto bijvoorbeeld. Dus iedereen kan overal heen. Maar in Noordeinde zelf is natuurlijk weinig te doen. Op uw leeftijd, hoe oud bent u nu? Ik ben nu 64,5 al. Ja, en gaan we terug in die tijd. Hoeveel inwoners waren er toen in het Noordeinde? Bedoelt 64 jaar geleden? Nou... Ja, kijk, de laatste 25 jaar is er een hele nieuwe wijk gebouwd van ongeveer 60 huizen. Waar ook de lagere basisschool staat, de Rooms-Katholieke basisschool staat daar nu. En de schoolstraat is misschien 50 jaar geleden gebouwd. Vroeger had je natuurlijk alleen de dijk, zeg maar, waar de huizen stonden. En er staan er nu nog maar kleine 50. Dus er staan veel meer huizen, maar het inwoneraantal is natuurlijk ook... veel groter worden, maar de voorzieningen zijn natuurlijk weggevallen op in het Noordeinde. Waar staat het Noordeinde echt onbekend, volgens u? Nou ja, nu tegenwoordig natuurlijk hoofdzakelijk de Loerdersgrot. Die pastoor Meijer in 1913 heeft laten zetten. In 1977 is die een keer gerestaureerd, want hij begon wat scheef te zakken. En dat is dus ongeveer half augustus, 15 augustus ongeveer, is er elk jaar een openluchtviering. Nou, dat is natuurlijk heel mooi, zeg maar. Vooral als je nog het weer mee hebt. Onder het bladerdak van de bomen is daar een speciale viering. En dat trekt heel veel mensen van heinde en ver eigenlijk, die daar naartoe komen. Dus dat is eigenlijk een van de grootste evenementen, bijna, tussen haakjes dan, van Zevenhoven. Hoe kunt u de mensen op het Noordeinde omschrijven? Ja, niet echt van iedereen kent iedereen. Want het is natuurlijk een vrij nieuwe wijk. En dan krijg je toch... klein beetje import misschien en jongere mensen. En ja, het is natuurlijk niet meer zoals vroeger dat iedereen met elkaar optrok. Bijvoorbeeld, bijvoorbeeld de kerk of... kijk, dat wordt ook allemaal minder, dus je ziet elkaar al veel minder. Dus, maar goed, het is gewoon een leuke gemeenschap, zeg maar. Het Noordeinde is uw gemeenschap? Ja, we wonen daar nu alweer 26 jaar en we wonen er goed eigenlijk. Dus ja, dat gaat goed en... Ja. Wie is de bekendste Noordeindenaar? Ja, echt de bekende zijn er niet veel hoor. Ik bedoel misschien meneer De Winter van het tuincentrum. Die zat er wel, maar die is natuurlijk gestopt en overleden. Maar ja, dat was ook kleinschalig. Iemand die er groenteplantjes en bloemetjes nodig had, die ging er naartoe. Dat was makkelijk, dichtbij. Vooral voor oudere mensen, zeg maar. Dan was dat makkelijk, ja. Verder is echt bekende Nederlanders, die zaten daar niet. Nee. Wel het echte busmuseum? Busmuseum is er ook, ja. Kleinschalig, maar die staat er ook, ja. Ja. Een van de trotsen van Kees van het Lid. Ja, dat is inderdaad zo. En daar kun je heen, ja. Alles op gebied van vervoer en bussen. Hoeveel oude woningen zijn er nog over van het oude Noordeinde? Nou, als ik het goed geteld heb, zijn er ongeveer nog 5 over met 1 boerderij. En die staan dus zeg maar bovenaan de dijk. En de rest is eigenlijk allemaal vervangen door nieuwbouw. Plus natuurlijk de nieuwbouw, zeg maar, die later ondergemaakt zijn. Dus de oude kern is eigenlijk weg. En het zijn nog maar enkele oude huizen. En daar stond dus ook inderdaad het oude gemeentehuis van Zevenhoven met het bekende trapgeveltje. En dat is ook dus weg.
En zo blijft er eigenlijk weinig ouds over. En het is eigenlijk een nieuw stuk Zevenhoven eigenlijk. Bijna nieuw, laat ik het zo zeggen. Want de oudste huizen zijn natuurlijk alweer 50 jaar oud, de Schoolstraat. Dat is de eerste nieuwbouw geweest. Die zijn al 50 jaar oud. Dus. De kerk speelt hier nog steeds een belangrijke rol op het Noordeinde? Ja, deze kerk is gebouwd bijvoorbeeld in 1936. Die kerk die daarvoor gebouwd is, was 1834. Ja, die kostte toen maar 8000 gulden. Maar die was ook niet onderheid. En daardoor ging die scheef zakken en de toren ging scheef. En toen had een van de pastoor besloten van, we gaan hem vervangen. En toen zijn er wel 262 palen onder gegaan. En ja, toen kostte hij zelfs 25.000 gulden. Maar goed, die staat nu dus nog steeds mooi recht overeind. En, ja, en daar is dus nu ook sinds jaren 5 een stiltetuin achter. Die ook veel mensen trekt, zeg maar. Waar je ja, toch wel tot rust kan komen, zeg maar. En van de mooie planten kan genieten. En het prachtige orangerie. En het prachtige orangerie, ja. De pastorie is ook 5 jaar geleden is die gesloopt, omdat die ook te slecht werd. Daar is een orangerie voor in de plaats gekomen met Noorderlicht. Waar verschillende activiteiten zijn. En na de mis bijvoorbeeld zondags kan je daar koffie of thee drinken. Dus dat is nu een soort mooi bij elkaar. En ja, helaas, het bos is wat kleiner geworden. Door de storm van eigenlijk van 2 jaar geleden zijn er verschillende bomen weggevaagd, omgewaaid, beschadigd. Dus dat is nu eigenlijk een stuk minder en dat is eigenlijk jammer. Maar goed, daar is ook de stiltetuin weer in de plaats gekomen dan. Dus het is wel wat te zien, zeg maar, en te doen.